De studenten van de Technische Hogeschool in Delft hebben een prachtig sportcentrum gekregen. Het werd door de president-curator van de hogeschool, Dr. van der Leeuw, overgedragen aan de voorzitter van de Delftse Studenten Sportstichting, professor Blaise. Het hijsen van de vlag betekende dat het sportcentrum in gebruik kon worden genomen. Dit heugelijke moment liet niet al te lang op zich wachten. De volleyballers namen al spoedig bezit van hun nieuwe domein. Het voornaamste onderdeel van dit complex is een grote hal van 28 bij 40 meter, waarin ook de basketbalsport op twee velden beoefend kan worden. In dit nieuwe sportcentrum zijn voor tafeltennis, gymnastiek en schermen aparte zalen gebouwd. Voor de studenten die veldsporten beoefenen, zullen buiten de grote hal voetbal- en hockeyvelden en tennisbanen worden aangelegd. De judozaal van 7 bij 20 meter is een van de pronkstukken van dit nieuwe complex, dat een uniek voorbeeld is van wat op het gebied van de sportbeoefening voor de studenten kan worden gedaan.